De tentoonstellingen in de Dordtse musea komen en gaan. Zo wordt de expositie over rages in het Onderwijsmuseum deze week opgevolgd door In Perspectief, over tekenen in de klas. Maar zo'n vertoning is er niet zomaar. Saskia Noorhoven en Janneke Pierhaven hebben er een jaar lang hard aan gewerkt. Ik ben er heel erg trots op. Het is echt gewoon heel leuk om te merken dat alles wat je dan van tevoren bedacht hebt, dat dat dan er nu uiteindelijk staat. Het leuke is dat wij natuurlijk als onderwijsmuseum een heel mooi pand hebben en dat daar ook een vide in is. Dus van boven, als je op de begane grond staat, dan kan je dus ook wel echt naar beneden kijken. En ik had het zelf nog niet alles gezien en ik stond net even boven en ik dacht, ja, het ziet er echt heel mooi uit. Dus ik ben er echt wel heel trots op. In de tentoonstelling liggen een heleboel tekeningen. Het zijn tekeningen vanaf omstreeks 1850. Dat zijn vooral tekeningen die eindeloos werden gekopieerd. De docent hing namelijk een schoolplaat voor de klas, voor de groep. En je moest exact kopiëren, exact natekenen. Het eindigt de tentoonstelling met werk van leerlingen van nu. Leerlingen van het Dalton Lyceum exposeren hun tekeningen in deze tentoonstelling. We hebben aan de ene kant vertellen we het verhaal van de ontwikkeling in het tekenonderwijs. En die zijn allemaal hier op tafels te zien. En dan hebben we ook nog plekken waar, als je even wat meer inspiratie wil opdoen of gewoon benieuwd bent, hebben we ook nog posterrekken die vaak op scholen aanwezig waren. En in die posterrekken zijn ook nog heel veel tekeningen en schoolplaten te zien. Een jaar lang zijn er 750 tekeningen in de Holland te zien. Dat klinkt veel, maar valt best mee, want het museum heeft zo'n 10.000 exemplaren liggen in hun depot. Mensen bewaren hun tekeningen toch, die gooien ze niet weg. Die verhuizen ze mee en bewaren ze jarenlang. En dat komt denk ik omdat mensen toch met heel veel passie aan een tekening gewerkt hebben. En heel veel emotie in hebben gedaan. En het zegt ook iets over de periode en hoe je tegen de wereld aankeek, zo'n tekening. Dus mensen bewaren hem en uiteindelijk komt dan zo'n tekening bij ons in de collectie terecht. En dat zie je terug. De tentoonstelling is er niet alleen maar om te komen kijken. Je kunt ook verschillende workshops volgen. Als je naar deze tekening kijkt, krijg je ook heel veel inspiratie. En dan wil je eigenlijk ook zelf gaan tekenen. En dat kan in deze tentoonstelling. Je mag hier ook zelf aan de slag. En de rest van het jaar zijn er ook allerlei workshops te volgen hier in het museum. En daarvoor kan je gewoon even op onze website kijken. En dan hoop ik dat mensen terugkomen voor een leuke workshop. Het leuke is dat als mensen een tekening gemaakt hebben, dan kunnen ze die posten op hashtag onderwijsmuseum. En dan kunnen andere mensen dat ook zien. En wij posten zelf ook elke dag een tekening. Dus dat geeft dan een heel mooi beeld van de hele collectie van wat we hebben en wat we nog krijgen van wat mensen hier maken. In Perspectief loopt tot en met oktober 2019. Ja.